Dit is de welkom bij deze kleine update video. Mijn naam is Elvis Ritma en ja, dit is gewoon een normaal video. Geen normaal video, ietsje anders. Hoe zal ik deze video eigenlijk beginnen? Oké, het begint toen ik een klein jongetje was. Ik was een klein jongetje, eigenlijk baby. En toen... was geboren in het IJsseland ziekenhuis in Capelle aan de IJssel. Supermooi ziekenhuis. Ik weet niet hoe het eruit ziet, maar wel een supermooi ziekenhuis. Dat bestaat al heel lang, ik denk. Wel, ja, echt heel lang, want het bestaat nu nog. Ik vind het heel jammer, want toen ik uit huis ging. Toen ging ik eigenlijk even nadenken hoe het verhaal was. Was ik een paar dagen oud en het ziekenhuis belde op naar mijn pleegmoeder. En mijn pleegmoeder en het ziekenhuis zei, wij hebben een kindje gekregen en wil jij er op passen? Toen zei hij, ja, en mijn moeder wou eigenlijk... Pleegmoeder dan, ja, die wou eigenlijk naar een ander land. En naar Engeland. En dat is er nooit gebeurd, want toen kreeg ze mij. En toen, sindsdien ben ik eigenlijk een pleegzin. En ik woon al 18 jaar in een pleegzin bij mijn pleegouders. Niet zo, ik ben ook niet bij andere pleegzinnen geweest. Ik ben echt bij deze pleegouders geweest. Toen kwam mijn zus en mijn broer terug uit Roemenië, samen met mijn oma. En zagen ze mij liggen in een bed. Ja, niet in een bed, maar ja, gewoon in een zo'n kooitje-achtig iets. Ik weet niet hoe je dat moet noemen, maar waar baby's vaak in liggen. Toen kwamen ze en toen zeiden ze, oh, wat lief. Ja, en ja, dat is toch wel heel grappig. Dat weet ik ook niet meer hoe het werkt. Maar dat heb allemaal mijn moeder verteld. En toen, een paar jaar later, dus voor mij... vond ik mijn ouders nog leuk. Dus in 2017 vond ik ongeveer mijn ouders nog wel leuk. Maar sindsdien, want ze niet meer met me praten, ja, daar hou ik niet van. Want ze praten niet meer met mij. Dus toen dacht ik, ja, oké, so ik ga mijn eigen leven wel beginnen. Met mijn echte ouders. Ja, mijn echte ouders praten nu met mij. Hoezo praat hij nu met mij? Maar je moet gewoon respect hebben voor mij. Mijn kinderen. Ja. Dat vind ik niet leuk. Dat is ook de reden waarom ik ben begonnen met vloggen. Dat een trieste verhaal vloggen. Dus soms vlog ik over leuke dingen, maar ook soms over praatraps. Zo noem ik het altijd. Dan doe ik... trieste muziek opzoek op internet en dat doe ik via computer afspelen en dan kom ik van het muziek aan en dan film ik dat. Dus ja, en sindsdien vind ik het niet meer leuk. En mijn ouders waren voor mij in 2009 wel gescheiden. Zo denk ik wel. En toen kreeg mijn vader... een andere man. En mijn vader niet. En mijn vader kreeg een andere vrouw, bedoel ik. En toen ging mijn moeder uit huis. Zij ging ergens heen. Mijn moeder beet mijn vader heel erg. Dat is echt verhalen. En dat hoorde ik een keer mijn vader zeggen. Ja, sindsdien haat ik mijn vader eigenlijk. Ik haat hem niet echt, maar ik vind het niet leuk dat hij gewoon niet met me praat.
Ja. Ja, dat was eigenlijk mijn verhaal, dus. Heel bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet hem zeker niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan blijf ik even omhoog. Doe reactie. En wat ik al zeg, later. En wat een zielig verhaal. Later.